Er kan een voorstel zijn om een aantal uren een bepaald werk te gaan uitvoeren, tot 30 uren of tot 60 uren, afhankelijk van, op een bepaalde manier tegemoet te komen aan het slachtoffer te vergoeden en dergelijke meer. Dus de jongere kan zelf mee invulling geven aan een positief project. Kan zich daarvoor ook door een dienst laten begeleiden, om mee dat positief project, zoals we dat noemen. Het heet ook niet voor niks positief project, want we willen in dit nieuwe jeugddelinquentierecht, en dat is ook heel belangrijk, vinden wij. We hebben het over verantwoordelijkheid, maar we moeten jongeren ook groeikansen geven. En vandaar, ook die moeten erin zitten, ook dat positieve. Jongeren, denk nu zelf eens na over wat je gedaan hebt. Op welke manier kan je dat herstellen? Hoe kan je tegemoetkomen aan je slachtoffer? Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.